in de categorie Sportman van het Jaar 2022. Deze zwaargewicht trekt brons, zilver en goud. Jur Spijkers. Deze atleet komt berensterk terug. Robin van Riel. Vlak voor de finish gaat hij sneller dan snel. Luc Maas. De 25-jarige judoka zit niet langer op Nederlands reservebank bij internationale wedstrijden. Dit voorjaar werd hij prompt Europees kampioen boven de 100 kilo. Bij de Grand Prix won hij 2 keer brons en 3 keer goud. Krachttraining is essentieel, maar 's avonds bedrijft hij een andere sport. Vissen, wat hem zuivert van de hectiek op de mat. Hij wil WK judoka worden en focust zich op techniektraining. Robin heeft 14 medailles, waarvan 1 internationaal. Als 9-jarige wint hij al de Tilburg 10 Miles. Dit voorjaar behaalt hij in een nek-aan-nek race zilver op het NK Outdoor Senioren 1500 meter. Een prestatie, gelet op de ijzersterke concurrentie. Robin traint net als zijn broer Rick op Papendal bij de Poolse trainer Tomasz Lewandowski. Portugal te trainen had Luc tijdens het NK 10 kilometer te Venlo geen last van het warme weer. Bovendien weet de 22-jarige Luc zijn tempo vlak voor de finish tot 2 keer toe stevig op te voeren en breekt zo zijn concurrentie. Hij was al Nederlands kampioen halve marathon en Nederlands kampioen 10 kilometer U18, sinds dit voorjaar dus ook Nederlands kampioen 10 kilometer.